Intimidatievrije zones, mag het dan daarbuiten wel? Nee, dat is een hele terechte vraag. Het mag helemaal nergens. Maar wat je ziet op dit moment is dat we eigenlijk al jaren bezig zijn met het aankaarten van het fenomeen straatintimidatie. En dat zit natuurlijk op heel veel facetten. En eigenlijk lukt het ons gewoon onvoldoende om er grip op te krijgen. Maar waarom maakt u dan niet heel Amsterdam een intimidatievrije zone? Omdat dat niet lukt. Het lastige op dit moment is dat we gewoon beperkte middelen hebben. We hebben niet heel veel politieagenten. We hebben onvoldoende handhavers. We schieten met hagel op dit moment. We zeggen dit mag niet. We spreken daar mensen aan. We openen daar nog een buurtcentrum. Je ziet dat het niet werkt. En ik zeg, het is nu gewoon klaar. 75% van de jonge vrouwen heeft hier last van. Laten we nou één hotspot aanwijzen. En daar alles doen binnen ons macht wat mogelijk is. Om te kijken wat daadwerkelijk werkt. Om te voorkomen dat vrouwen hun gedrag moeten blijven aanpassen. Aan de mannen op straat die ons... 75% geldt voor de grote steden. Dat geldt op dit moment voor de grote steden, ja. U heeft het nu op de kaart gezet. Straatintimidatie wegens eigen ervaringen. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik woon in Amsterdam-West. En eigenlijk met heel erg veel plezier. Maar er zijn gewoon wekelijks situaties die gewoon niet oké zijn. En je merkt, hè, ik ben opgevoed ook door mijn moeder. Zeg, fiets nooit alleen naar huis, hou je sleutels in je handen, heb haarspray in je tasje. Nou, ik heb nu een dochter van 6 maanden en ik merk gewoon, het verandert niet. En we moeten ergens een grens trekken en zeggen, in Nederland mag een vrouw vrij en veilig zichzelf zijn. Ja.